Wij zijn bezig met zoeken naar mogelijkheden om voor de toekomst ook beter voorbereid te zijn op nieuwe infecties, op pandemieën. Op een manier die je helpt om veel vroeger dan we nu kunnen zicht te krijgen op wat er gebeurt. En daarvoor hebben we bedacht dat we dat in grote steden en met rioolwater willen doen. Nou, dat plan dat was er al. We waren daarmee bezig en toen kwam COVID en hebben we dat dus hier in Rotterdam uitgebreid en ook echt gebruikt tijdens de pandemie om te helpen zicht te krijgen op hoe staat het nu eigenlijk met de circulatie van dit virus. Inmiddels hebben we denk ik allemaal geleerd hoe ongelooflijk de impact is van zo'n pandemie. En wat we denken te weten is dat de kans op dit soort uitbraken toeneemt. En dat is iets wat we al jaren ook zeggen. Dat wordt ook door de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Dus wat wij nu zeggen is van laten we dan de lessen die we nu leren meenemen om te zien hoe voorkom je dit in de toekomst. Als het niet helemaal te voorkomen is, hoe pik je zo snel mogelijk op of er iets geks aan het ontstaan is. En dan ook, wat doe je daar vervolgens mee? Het gaat niet alleen over infecties. Het gaat ook over de andere dreiging die eraan komt, namelijk dat van klimaatverandering, zeespiegelstijging, want die dingen hebben met elkaar te maken. En we merkten in het praten erover dat ook als je denkt in voorbereiding op overstromingen of stormvloed, dat je eigenlijk hetzelfde soort denken hebt. Namelijk dat je hetzelfde soort vragen hebt. En die proberen we dus te bundelen in dit kenniscentrum. Het belang van het Pandemic and Disaster Preparedness Center voor de GGD zit erin dat we de academische ideeën en modellering et cetera kunnen gebruiken in het veld om te kijken of we daarmee een beter beeld kunnen creëren van de risico's en mogelijk ook interventies kunnen uitproberen. Dus wij kunnen de praktijk aanbieden, het veld aanbieden aan de academie om zo te kijken of dat wat bedacht wordt ook werkt in de praktijk. Het rioolwateronderzoek biedt de GGD, die verantwoordelijk is voor uitbraakbestrijding in de regio, de mogelijkheid om ook die data te gebruiken naast wat we al hebben aan bijvoorbeeld testdata. Het nadeel van testdata kan zijn dat dat kan wisselen als beleid verandert. En dat is ook afhankelijk van de testcapaciteit in de regio. En die rioolwater is stabieler omdat iedereen naar de wc moet. Dus dat is iets wat we fijn vinden om naast onze standaard data te kunnen leggen. We hebben een surveillance team en in dat team kijken we elke week naar wat de situatie van corona is. Een van de bronnen is dus die rioldata. En dat wegen we dan mee om te bepalen waar we bijvoorbeeld lokale testunits heen kunnen sturen als we zien dat het ergens oploopt in een wijk. In de toekomst, ook als corona weg is, dan zijn er nog zat andere virussen die bijvoorbeeld in het water, of in het rioolwater kan vinden. En ik hoop ook dan die data te kunnen gebruiken om beter te weten, hè, als bijvoorbeeld het norovirusseizoen is begonnen of influenza opkomt, dat we als GGD kunnen zeggen, kijk, we zien het in het rioolwater. En dan tijdig bijvoorbeeld instellingen kunnen waarschuwen. Hè, van zorg dat je je protocollen weer uit de kast haalt. En soms ook als early warning, hè, als er bijvoorbeeld ergens een uitbraak is, dat je dat in rioolwater kunt meten. Wat de Erasmus MC en de afdeling Fire Science binnen het rioolwaterproject doen, is dat we kijken in de GGD teststraatdata van hoeveel coronapositieve mensen zijn er binnen bepaalde wijken. En we vergelijken die data met de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater. Daarnaast kijken we ook met hoeveel mensen met COVID-achtige klachten naar de huisartsen gaan. Dus dat onderzoek doen we in combinatie met de afdeling huisartsengeneeskunde. En we kijken dus ook naar mensen die met corona geïnfecteerd zijn. Hoeveel virusdeeltjes scheiden zij uit in de ontlasting? Dus dit is heel belangrijk om te kijken van nou, zoveel virusdeeltjes vinden we in het rioolwater en dit is gerelateerd naar zoveel geïnfecteerde mensen. Met behulp van sequencen kunnen we de genetische kenmerken van die virussen in het rioolwater bepalen. Dat is best complex, want het zijn heel veel verschillende virussen in één sample. En wij kunnen deze data dan vergelijken met de data van virussen die we in de individuele patiënten vinden binnen Rotterdam. Dus we vergelijken echt de ondergrondse data, het rioolwater, met de bovengrondse data. Dus wat zien we in de patiënten zelf?
En dit doen we om dat rioolwateronderzoek verder te valideren en te kijken hoe we dit kunnen inzetten voor vroegdetectie, dus een vroeg waarschuwingssysteem, en om surveillance te doen. En deze kennis kunnen we dus ook inzetten voor andere virussen, dus bijvoorbeeld als er een uitbraak is van een ander virus. Maar we kunnen deze kennis natuurlijk ook inzetten voor andere steden en andere landen. Als er een uitbraak is van virussen, zie je eigenlijk een soort van infectiepiramide. Dus je hebt vaak veel mensen met weinig tot geen klachten. En een beperkte groep mensen wordt zo ziek dat ze naar de huisarts moeten of dat ze in het ziekenhuis belanden. En wat we zien met een uitbraak van nieuwe of bestaande virussen is dat je dit eigenlijk pas merkt wanneer mensen echt naar het ziekenhuis moeten. Je mist die grote groep met milde klachten of geen klachten. Dus je zou ook, als er alleen maar een uitbraak is in mensen met milde klachten, zou je ook al een toename van virusdeeltjes zien in het rioolwater. Ik denk dus een pandemisch centrum is heel belangrijk, zodat je korte lijntjes hebt naar verschillende expertises en dat er snel geschakeld kan worden. Dus dit rioolwateronderzoek was ook mogelijk omdat we al in verschillende mate met elkaar samenwerkten. En zeker als het een pandemische situatie is, moet je dit gewoon heel snel kunnen opzetten. TU Delft en KWR die hebben kennis van het rioolnetwerk, hoe het water daarin instroomt en hoe je daar dat goed kan bemeten om informatie over het virus uit het riool te extraheren. Wat TU Delft en KWR onderzoeken in het riool is sporen van het virus. Het riool blijkt een hele efficiënte en snelle manier en objectieve manier om te weten te komen wat het virus doet in de bevolking. We kunnen op wijkniveau of op stadniveau meten of het virus omhoog gaat, naar beneden of er nieuwe varianten binnenkomen. En omdat iedereen naar het toilet gaat, maar niet iedereen naar de teststraat gaat, is het riool eigenlijk een hele objectieve manier om iets te weten te komen over circulatie van het COVID-19 in de bevolking die we bemeten. Het mooie van deze samenwerking is het samenbrengen van de verschillende werelden, de waterwereld en de gezondheidswereld, omdat er blijkt dat er heel veel informatie in het riool zit die we voor deze pandemie kunnen gebruiken. Er blijkt nog veel meer informatie in het riool te zitten over wat er gebeurt in de bevolking. En juist zo'n Pandemic and Disaster Preparedness Center, die is een instrument om die twee werelden aan elkaar te koppelen en de gegevens die we uit het riool kunnen halen in de context van de gezondheidssetting te kunnen plaatsen. Op basis van het Nederlandse voorbeeld heeft de Europese Commissie inmiddels al haar lidstaten aanbevolen om ook in het riool te gaan kijken naar het virus en de virusvarianten. En ook zij zien een langere horizon voor het gebruik van het riool als een soort monitor van de gezondheid voor pandemieën, voor virussen, voor antibiotica-resistentie, maar ook voor allerlei andere gezondheidsgerelateerde parameters. De rol van de Erasmus Universiteit in het rioolwateronderzoek is eigenlijk vrij fundamenteel. Dus het rioolwateronderzoek gaat er eigenlijk voor om vroegtijdig en lokaal eigenlijk een haard van een virusuitbraak te kunnen constateren. Vroege detectie kan een hele hoop betekenen voor de Nederlandse economie. Namelijk, het kan ervoor zorgen dat je lokaal restricties kunt afspreken en niet eigenlijk het grove werk wat we nu in de pandemie zagen, een heel land in lockdown gooien. Dus het kan, kan tot maatwerk in beleid leiden, daarmee tot ook veel mindere economische schade. En wat interessant is, is dat een lockdown die lokaal is, omdat we weten dat alleen daar de uitbraak is, leidt er ook toe dat de angstcomponent waarvan we hebben geleerd door onderzoek afgelopen jaar, dat die echt een grote rol speelt in de economische schade die veroorzaakt wordt, doordat mensen aan zelfrestrictie doen, dat die veel minder een rol speelt omdat we precies en veel zekerder weten waar een virus op welk moment is. Ik denk dat PDPC cruciaal is, omdat het een samenwerking behelst op verschillende disciplines. En wat eerst we één ding hebben geleerd van deze crisis is dat als je te maken hebt met een pandemie, maar eigenlijk ook met een natuurramp door bijvoorbeeld klimaatverandering, dan heb je met meerdere disciplines te maken. En dat het gaat over een vraagstuk wat eigenlijk in de komende decennia waarschijnlijk alsmaar relevanter gaat worden. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
Uiteindelijk is ons doel dat we ons beter gaan voorbereiden op de dreigingen die we op ons af zien komen op een manier waarmee we de kennis en de creativiteit die bij elkaar zit in onze instituten kunnen bundelen voor de toekomst.